Hi, superleuk dat je kijkt naar de laatste Vlogmas-vlog. Want ik gaf het al in de ene laatste vlog aan met de verjaardag. Is dat ik het even iets anders ga doen. Ik ga nog twee vlogs uploaden en nog twee content-video's maken. En de giveaway ga ik weer gewoon een video doen. Dus dit is de laatste vlog die jullie gaan zien van Vlogmas. Ik maak Vlogmas wel gewoon als Vlogmas af, maar dan net even een ander einde. In deze vlog gaan jullie me waarschijnlijk in twee verschillende outfits zien of niet, want we gaan nog kerst inkopen doen. Dus dat wilde ik jullie nog wel even meenemen als leuk laatste vlog, zeg maar. Dus ik denk ik ga gewoon nu op woensdag de vlog openen en dan zie ik wel gewoon even of we vandaag nog naar de stad gaan. Want we hebben last moment toch die optie nu gekregen. Trouwens, nieuwe nageltjes, een beetje met zilver. Past mooi bij mijn kerstlook. Moet mijn haar zo nog even goed kammen. Ik had een muts op, dus het is van geen meter. Dus dat is een beetje de planning. Dus wellicht zien jullie me alleen nog in deze outfit. Het kan ook zijn dat ik morgen nog de shoplog ga doen en het shoppen voor de kerst ga laten zien. Dat weet ik dus nog niet. Ik ga in ieder geval nog wel even het vakje met jullie openen. Dat betekent dus dat ik in andere video's geen vakjes meer ga openen. Dus ik open nog met jullie vakje 23. Want die moet nog wel geopend worden. Dus dan ga ik dat doen. Dus dan zie ik jullie zo weer bij het vakje open doen. Oh ja. Nou, we zijn in ieder geval goed geslaagd voor de kerst en giveaway. Nou, wat ik al aangaf, we zijn ondertussen alweer volgende dag verder, het nieuwe outfit. En we zijn gisteren de stad in geweest, maar ik moest nog editen, ik moest nog een blogpost schrijven, nog een keer editen. En mijn laptop die liep een beetje vast, dus het wilde allemaal niet. Dus mijn vlogmas is ook van dag 19 is ook wat later online gekomen. Op het moment zit hij nog te renderen. Ja, we zullen ook eens eventjes een vakje open gaan maken. Vakje 23. Ik ga straks even een shoplog met jullie doen. Ik heb mijn haar los. Het is echt super lang. Ik had gisteren gewassen. Normaal gooi ik het dan altijd. Ja, ik was wel vaker een week hoor. Maar normaal gooi ik er altijd een dinges in. Hoe heet zo'n ding? Zo'n haaielastiekje. Maar ik had nu zoiets. Ik ga het lekker loslaten. Ik doe het straks ook lekker los naar kantoor. Bij de kerstborrel. Dus ja. Ik ben nog wel een beetje totally cuploos. Ga ik straks even aanbrengen. Lippen zijn echt droog als SF. Dus ik ga met jullie eens even een vakje openen. Het is tijd voor vakje 23. En wat zal erin zitten? Ik weet niet. Het is heel langwerpig. Dus ik vermoed iets van een potloodje of zo. Volgens mij wel. Wat zit hierin? Even kijken hoor. Hoe gaat dat ding eruit? Oh. Ik heb zo'n schurft hekel gekregen aan deze kalender. Gewoon alleen al door die. Hoe ga ik hier in godsnaam mijn vinger in krijgen? Wat is dit? Het oogschaduwpenseel in het zwart. Dus deze ga ik denk ik gewoon in de Vlogmas giveaway doen. Ik doe het even zo. Dit is dus het eyepenseel, het oogpotlood in de kleur zwart. Dus deze gaat in de giveaway van Vlogmas. Want ik heb een liquid, die laat ik straks zien. En mocht je nog niet goed zijn met liquid, heb ik deze in ieder geval voor jullie er nog. Dus, ja, deze wordt straks voor een van jullie. Ik had jullie nog de shoplog beloofd. En ja, ze hadden geen kleinere tas bij de kruidvat. Was niet erg, maar we moesten net nog bij de Action wezen. Eén ding hebben we twee keer gekocht. Anders ik heb één ding gekocht. En Jan heeft hetzelfde gekocht. Maar anders heb ik niks onder de boom. Dus Jan had zoiets van, nou, dan doe ik dat wel voor jou. We gaan beginnen met Action. Want Action doet dat heel goed. Nou, er zitten ook wat random dingen bij. Zoals bijvoorbeeld een wienermelange. Ik leef tegenwoordig op het thema dat ik op de gewone koffie niet zo heel goed ga. En ik vroeg aan Jan, goh, als we weer eens bij de Action zijn, is het misschien wel lekker om een keer wienermelange mee te nemen. Dit zijn van die hele random zakjes. Dit soort zakjes. En heel af en toe vind ik dit wel eens lekker. Ik weet nog god niet wat ze kost. Ik geloof iets van 1 euro nog wat of zo. 1 euro. 10 of zo. Kan ook wel zijn dat ze onder de euro zijn. Maar goed, dit is echt super lekker om af te wisselen met mijn thee. Dan had Jan deze gekocht. Hij is nu heel veel aan het klussen. En deze is net wat steviger dan degene die ik van de Vibra heb. Hier zit ook zo'n ding vast om goed schoon te maken. Vooral als hij met olie bezig is geweest of met smeer van een ketting van een fiets of zo. Dan is het echt super fijn om in huis te hebben. Nog wat giveaways er. Ik heb eindelijk de giveaway compleet. En heel misschien komt er nog wat extra's bij. Ik vond echt de verpakking super cute. Dit is een wimperkruller. Heb ik er ook dit keer weer in gedaan. Wel een wat neutraler kleurtje. Ze hadden nu meer kleuren, zag ik. Dan heb ik nog
een gel, eyeliner gel. Ze hadden dus de dinges niet meer, de stift. Vond ik jammer, ook de kruidvat had geen liquid eyeliner meer. Dus toen kom ik dit tegen bij de Action. Dus ik heb deze gewoon meegenomen. Werkt in principe gewoon hetzelfde volgens mij als een gewone eyeliner. Zoals je ziet kun je hier een mooie wing mee zetten. Gewoon in de kleur zwart. Dan heb ik nog een loose powder. Ik heb bewust gekozen om geen concealer en highlighter erin te doen. Want dat is nogal persoonlijk. Maar een losse poeder in de lichtste kleur kan altijd. Want ik geloof dat het gewoon transparant wordt op den duur. Ik heb deze meegenomen. De Soft Ivory. Ze hadden er geen twee meer hangen. Dus ik heb hem zelf niet mee kunnen nemen. Deze zit er ook in. Ja, ik was dus nog op zoek naar een grote poederbrush en een brush voor de highlighter. En ik had er twee van Essence gezien. En eentje die was kleiner dan ik verwacht had. En die andere brush kon ik nergens vinden. En toen kwamen we dit tegen bij de Action. En check eventjes die brush. Deze is echt super huge. En dit zocht ik. En hier zat toevallig ook gelijk een fanbrush in. Een oogschaduw brush met een blender en een wat preciezer puntje. Een spoolie voor de wenkbrauwen. En hier kun je dus je eyeliner ook mee zetten. Maar je zou hem ook kunnen gebruiken voor je wenkbrauwen. Lekker veelzijdig set je dit. En ook deze gaat in de giveaway. En Jan heeft er ook een van mij meegenomen. En die komt onder in de boom. Vandaar dat ik hem maar één keer kan laten zien. Maar deze hebben we dus in principe twee keer gehaald. Dus ook die komt gezellig in de giveaway. Goede beginnersset met, hoe heet dat? Pasta. Dan ben ik ook nog bij de kruidvat geweest. En daar heb ik ook wat dingen voor de giveaway gehaald. En één ding voor mezelf. Ik had twee brushes gehaald. Ik wou eigenlijk twee keer dezelfde brush halen. Maar achteraf gezien ben ik blij dat ik twee verschillende heb. Deze heb ik voor mezelf gehaald. De eyeshadow brush van Essence. Deze zag ik bij Cindy Whispering aan zijn merk. En die vond hem heel fijn. En ik dacht dat dit dezelfde was. Maar dit is dus de smudge brush. En ik zat dus te kijken. In principe is die bijna hetzelfde, alleen een ander merk. En wie mij langer volgt weet dat ik de smudge brush gebruik voor mijn bewegende oogleden, binnen en buitenkant. Dus ik dacht bij mezelf, ja, heb ik daar ook gelijk een kwast voor. Dus deze smudge brush gaat dus ook in de giveaway. Geluk bij een ongeluk. Het was niet de kwast die ik wilde meenemen, maar achteraf misschien wel een betere keus dan deze grote brush. Er zit nog wel een grote verschil in. En deze is net wat fijner om preciezer je oogschaduw op je bewegend ooglid aan te brengen. Ook voor in de giveaway. De rest is nu, dit is nu allemaal giveaway. Wat ik ook nog heb gehad voor de giveaway is deze Catrice kit van voor de wenkbrauwen. Deze gebruik ik zelf ook. Ik heb hem nu toevallig niet op, maar deze is super fijn. Wordt echt gehyped door heel veel influencers. Dus deze heb ik ook voor een van jullie gehaald. Het mooie is dus dat je voor zowel donker haar als lichte wenkbrauwen, zeg maar, dat je hier verschil mee, dat je voor verschillende haarkleuren dit kan gebruiken. En dan, om ermee af te sluiten, heb ik een dag- en een nachtcreme gehad. En ik zat heel erg te struggelen wat ik ging halen. En uiteindelijk heb ik maar voor deze gekozen. Dit zijn Kruidvat Originals dagcreme. En een nachtcreme. Je had heel veel verschillende. En ik zat eerst even, doe ik mijn eigen crèmes erbij in van Trekpleister. Dat ik die haal voor jullie. Vervolgens kwam ik bij de Action een dag en nachtcreme tegen. Maar ik denk, ja, niet iedereen kan tegen de crème van de Action. En ik weet dat dit eigenlijk bijna met iedereen wel goed gaat. En dit is een hydraterende nacht- en dagcreme met vitamine E. En beschermt de huid tegen chemicaliën. Vitamine E staat bekend als krachtig antioxidant. Beschermt tegen invloeden van buitenaf. Voor gladde soepele huid. Voor gemengde, normale en gemengde huid. Ik heb een extreme gemengde huid. Droog, vettig, af en toe gevoelig. Nou, noem maar op. Heel gemengd dus. En dit werkt dan echt top. Mijn moeder had het vroeger ook al. Gewoon de simpele vitamine E crème. Dus ik dacht, nou, ik ga deze gewoon halen. In de oude vertrouwde apothekerspotten. Dus ook deze is er in voor jullie. Dan zat even mijn korte shoplog tussendoor. Korte shoplog. Ja, het is niet echt een vlog geworden. Het was meer even een beetje een soort shoplog-achtige vlog is het geworden. Super leuk, want we hebben nu ergens alleen, we zijn met de kerst bezig en zo. Dus ik denk, los ik het zo op. Dus ik ga het eventjes naar boven brengen. Wat naar boven moet, ga ik het in de giveaway doos doen. En ga ik eens even mijn
kerstlook opnemen. Nou, jullie zullen je wel afvragen waarom vakje 23 als het vanaf de 22e is. Nou, ik heb dus geen tijd meer gehad om gisteren zeg maar nog die nieuwjaarslook te filmen. En vandaag ook niet meer. Dus we zijn nog naar de stad geweest. Het was service druk, dus het duurde allemaal wat langer. Dus vandaar dat ik toch deze vlog maar heb besloten om die op de 22e te uploaden. Dus ja, vakje 23. Dit is dus waarom. Ik ga in ieder geval de vlog nu afsluiten. Had ik niet gedaan. En ik wil hem nog gaan editen. En voor morgen. Dus ik wil in ieder geval bedanken voor het kijken naar deze vlog. Jullie gaan morgen nog de nieuwjaarslook zien. En dan overmorgen de giveaway. Dus die moet ik ook nog even filmen. Ga ik maandag doen, denk ik. Ik wil in ieder geval vragen om een duimpje omhoog te doen als je deze vlog leuk vindt. Vergeet vooral niet te abonneren als jij kans wil maken op de giveaway. En dan zie ik jullie graag terug morgen bij een volgende vlogmas video. Bye!